We hebben het vandaag over verbinden en opvoeden. Daar ging je net ook over. We hebben het gehad over ouders die op moeten voeden, uiteraard. Sinds de jaren 90 weten we dat zij de primair eerst verantwoordelijke zijn. We hebben het over de scholen, dat zij een taak hebben met opvoeden. Of professionals, in wijkteams, in andere vormen. Maar ook de imam uit de jeugd van meneer Marcouch, die hield er ook mee met opvoeden. Moskeeën hebben ook bij islamitische jongeren een rol in de opvoeding. Er zijn circa 500 moskeeën in Nederland. Bijna alle moskeeën bieden ook moskeeonderwijs aan. Het gaat over tienduizenden jongeren die wekelijks, meestal in het weekend, soms in de avonduren, onderwijs volgen. Dus de moskee heeft invloed op hoe deze jongeren zich ontwikkelen. Dan gaat het met name om een religieuze identiteit. Maar als we over de islamitische religieuze identiteit hebben, islam is een complete levensopvatting. Niet alleen een stukje religie, het gaat eigenlijk over hoe je helemaal gedraagt als persoon. Hoe je naar de wereld kijkt, hoe je je gedraagt, hoe je met andere mensen omgaat. Dus wat kinderen daar leren, daarin meekrijgen, kan een enorme impact hebben op de manier hoe zij zich gedragen in het dagelijks leven. In omgang op school, thuis, op straat. Bekend voorbeeld, meisje, 6-7 jaar, komt thuis uit school. Mama, de juf zegt dat Henk twee moeders heeft. Dat kan toch helemaal niet? Dat mag toch niet van God? Overigens, ook uit mijn persoonlijke leven kan ik vertellen, dit heb ik dus ook meegemaakt. Mijn dochter thuis kwam in dit verhaal. Maar dit verhaal heb ik al veel vaker gehoord. Hier komt samen een stukje religieuze opvatting, idee, de wereld om je heen. De Nederlandse context. Voor de ouder is het een uitdaging hoe je ermee om te gaan. Ik kan een stuk hoop uitspreken. Dat ik denk van dat de moskee een hele goede en positieve bijdrage kan leveren aan de opvoeding van kinderen. Ik zie stukjes ontstaan waar ik denk, ja, meer dan in het verleden kan de moskee een hele positieve rol nog gaan spelen. En dat verhaal ga ik jullie nu vertellen. Maar eerst nog even, wat zijn moskeelessen nu precies? Waar hebben we het over? Ten eerste, we noemen het moskeeonderwijs, weekendonderwijs. Maar het is informeel onderwijs. Het zijn particuliere, private organisaties, moskeeën, stichtingen, verenigingen die lessen aanbieden. Het staat helemaal los van het reguliere onderwijssysteem en het is een volstrekt particulier initiatief. En er zijn enorme verschillen tussen deze moskeeën. Er zijn wel een aantal kenmerken, een rode lijn te zien die kenmerken zijn van deze instellingen. Ten eerste spreken we over lessen die worden gegeven aan kinderen, jonge kinderen vanaf 5 jaar tot een jaar of 14, soms wat ouder nog. Ze krijgen les van 2 uur tot 14 uur per week. Vaak in het weekend, soms in de middagen, avonden. En wat leren ze nu precies? De focus eigenlijk van al deze scholen, van al deze lessen, ligt bij het leren van de Arabische taal. Moskeeën met een Turkse achtergrond worden vaak ook de Turkse taal onderwezen. Het leren van de Koran, het reciteren ervan, uit hun hoofd leren. En iets wat je islamitische opvoedkunde zou kunnen noemen. Gaat over islamitische normen en waarden. Regeltjes, maar ook gebruiken. Hoe gedraag je je als moslim? Hoe zou je je moeten gedragen? Dat is wat kinderen daar meekrijgen. Al deze scholen werken eigenlijk met vrijwilligers. Er zijn, zover ik heb kunnen zien, bijna geen betaalde krachten. Er zijn allemaal vrijwilligers die ofwel in het onderwijs werken of een volstrekt andere achtergrond hebben die daar in hun vrije tijd lessen geven. De voertaal is vaak Arabisch. In de Marokkaanse moskee is dat vaak Marokkaans-Arabisch. Gedeels standaard-Arabisch. Met de Turkse moskee is meer Turks. En ook Nederlands. Bij de meeste moskeeën is Nederlands een hulptaal. Maar daar je ziet dat niet alle kinderen het Arabisch of de Turks voldoende beheersen. Zie je dat Nederlands, zeker daar waar het gaat over de norm en de waarde en de opvoeding, een belangrijke rol speelt. Grote verschillen in het moskeelandschap in Nederland. Het is niet een homogene groep aan organisaties. Bij de organisaties met een Turks achtergrond zie je dat er een aantal grote koepels zijn, die centraal georganiseerd zijn, vaak ook internationaal. Bij de andere moskeeën zie je het eigenlijk dat die
per wijk, per buurt ontstaan zijn, eigenlijk autonoom zijn, zelfstandig. Dat leidt er uiteindelijk ook toe, dus dat je een heel versnipperd landschap hebt, waar allerlei overlegorganen zijn, of soms ook koepels. Maar uiteindelijk, wat er nou precies in die moskeeën gebeurt, dat wordt lokaal vaak bepaald. En dat zie je ook terug in de lessen. Dus grote diversiteit daarin, maar ook allerlei verschillende lesprogramma's. Elke school probeert zelf het wiel uit te vinden, zelf een methode te ontwikkelen. Soms wordt hierna een klein beetje samengewerkt, maar het is vooral elke moskee doet het zelf. Ik neem eerst een stukje mee nog naar het verleden, en dan te kijken hoe het tegenwoordig voor staat. En dit, je kunt al lezen, is niet een heel plezierig, fijn verhaal. Ik praat over jaren 70, 80. Veel moskeeën zijn in de jaren 80 gesticht. En eigenlijk allemaal zijn ze van het begin af aan begonnen met het geven van lessen. Wat was dan kenmerkend voor die tijd? Dat het eigenlijk heel traditioneel onderwijs was, hoe het werd gegeven. Zoals dat mogelijk al decennia of eeuwen lang in allerlei madrassa's, scholen in de islamitische wereld werd gegeven. Vaak grote groepen kinderen die bij elkaar zaten, met een focus op stampen, uit het hoofd leren van de Koranteksten en het herhalen daarvan. Weinig interactie tussen de docenten en de leerlingen, of de leerlingen onderling. De docent is de autoriteit die voor de klas staat, hij, zij weet het en vertelt precies wat iedereen moet doen. Heel erg eenrichtingsverkeer. En er werd net ook over verwezen naar lijfstraffen, wat eigenlijk in het verleden, kunnen we eerlijk over zijn, gewoon de norm was. Dat kwam gewoon voor. Dat was niet per se beleid, maar dat kwam overal voor. Ook weinig oude betrokkenheid. Ik heb als iemand horen zeggen, ja, moskeeonderwijs, het verleden jaar is een soort van veredelde kinderopvang. Daar konden ouders hun kinderen brengen en dan konden ze boodschappen doen. En dan kwamen ze daarna weer ophalen. Nou, dus ik wil niet zeggen dat het overal zo is geweest, uiteraard. Het is, maar om even aan te geven dat dat beeld over het traditionele moskeeonderwijs in Nederland best negatief is. Eigenlijk, de algemene indruk is dan ook, mag je wel stellen, weinig effectief. Nou, ik heb daar een heel mooi voorbeeld van. Vorig jaar heb ik samen met Therese en een aantal andere collega's in Utrecht de Al-Fitra moskee mogen onderzoeken. Daarover later nog meer. Maar daar sprak ik met een vader die zijn kind naar deze moskeeschool brengt. 14 uur per week. Hij doet daar heel veel moeite voor. Hij gaat 3 keer per week, reist hij zeker 3 kwartier vanuit huis naar de moskee om zijn kinderen daar te brengen. En hij zei, ja, ik voel eigenlijk dat ik persoonlijk tekortschiet als ouder, als opvoeder. Want het is heel belangrijk dat mijn kind als moslim Arabisch leert. En ik heb zelf, hij zei geloof ik 10 jaar lang, op allerlei moskeescholen les gehad. Maar ik voel mij onmachtig. Ik schiet tekort. Ik kan mijn kinderen eigenlijk geen hulp bieden hierbij. Dus ondanks dat deze volwassen man jarenlang les heeft gevolgd, toen haar kind was bij allerlei moskeescholen, voelt zich nu volstrekt onmachtig om dit stukje van de opvoeding, wat hij heel erg belangrijk vindt, mee te geven aan zijn kinderen. Dat denk ik heel typerend en kenmerkend voor het traditionele onderwijs zoals we dat decennia hebben gehad in Nederland. Moskeeonderwijs. En dan nu. Gelukkig, je kunt gerust zijn, het is een stuk beter geworden. Nog niet goed genoeg. En in het algemeen is de kwaliteit verbeterd. En wat vooral verbeterd is, wat we zien, er is meer aandacht voor kinderen gekomen. Er is veel minder eenrichtingsverkeer. Er is meer interactie. Er zijn ook kleinere klassen. Recent onderzoek dat we hier in Amsterdam uitvoeren, zien we dat moskeeën streven naar een gemiddelde klassengrootte van 20 leerlingen. Ik denk dat het reguliere onderwijs daar best jaloers op is. Dus kleine klassen, maar dat er relatief veel aandacht kunnen besteden aan individuele kinderen. Er is ook meer aandacht voor oude betrokkenheid. Er worden rapportavonden georganiseerd bij sommige moskeeën. Er zijn openingen van het jaar, afsluitingen van het jaar. Ouders worden bij elkaar gehaald. Misschien nog wel de vraag hoe hoog de opkomst precies is. Maar er is echt aandacht voor. En om die ouders ook meer te betrekken bij hetgeen kinderen aan leren. Om te kijken ook wat ouders zelf willen. Er is een moskee hier in West die ook inspraakavonden organiseert. Dat is volstrekt nieuw. Dat bestond helemaal niet in het verleden. En bestaat in de meeste gevallen nog steeds niet. Dus dat is echt een stuk verbetering dat we zien. Maar, daar staat hij in het midden. Als we nou kijken hoe de les wordt gegeven, we hebben het vandaag over verbinding. Zien we eigenlijk dat in de moskeeën, in de lessen die aan de kinderen wordt gegeven, eigenlijk helemaal niet of heel weinig de verbinding met de rest van de bredere samenleving wordt gezocht.
Er wordt kennis overgedragen en de onderlinge sfeer en de pedagogiek is echt verbeterd. Er wordt misschien beter met de kinderen omgegaan, er wordt op een betere manier onderwijs gegeven. Maar de relatie met de Nederlandse context, hè, denk terug aan mijn voorbeeld van net met het meisje wat kwam met Henk en de twee moeders, die verbinding wordt helemaal niet gelegd. Er wordt misschien wel iets gezegd over homoseksualiteit, maar wat moet het kind daar vervolgens mee? De ouder worstelt er misschien mee hoe het daarmee om moet gaan, maar dat kind zit er in eerste plaats mee. Het zijn twee verschillende beelden die dat kind krijgt thuis, op de moskee, dat is één beeld, en buiten op straat of op school, een ander beeld. Dus we zien op dit moment, en er zullen vast uitzonderingen hier en daar zijn, maar de rode lijn is dat die verbinding met de Nederlandse context eigenlijk niet gemaakt wordt. En als je dan kijkt hoe dat onder meer kan, is als je naar de lesmaterialen kijkt die gebruikt worden. Er is bijna geen lesmateriaal in het Nederlands. Hier en daar zijn de moskeeën die zelf wat ontwikkelen. Maar er zijn veel materialen, boekjes, die komen uit het Midden-Oosten, in het Arabisch. Soms boekjes uit Frankrijk, uit andere landen. Maar bijna geen lesmethode of materialen die in Nederland zijn ontwikkeld, die in de Nederlandse context plaatsen. Dus dat geeft eigenlijk al een soort barrière. Dus voor de kinderen, ze lezen boekjes, ze zien boekjes. De link wordt niet gelegd. Verder zie je wat de pedagogische vaardigheden van de leerkrachten van de lessen erg uiteen loopt. Er zijn dus mensen met een bevoegdheid die in een reguliere dagelijkse leven docent zijn. In PO, VO. En die in hun vrije tijd lessen geven. Die hebben die pedagogische bagage. Maar een heel groot deel van degenen die lesgeven in deze moskeescholen, heb je dat niet. Sommige moskeescholen besteden aandacht aan om mensen te trainen. Anderen doen dat niet. Dan ligt het meer aan het individu, hoe ze daarmee omgaan. Er wordt gekeken naar, heeft iemand affiniteit met kinderen? Hangt iemand de juiste stroming aan, de stroming die ook bij onze moskee hoort, de religieuze stroming? Is iemand vriendelijk? Dat soort criteria worden gehanteerd. Maar niet per se de pedagogische kwaliteiten die geëist worden. Dat is makkelijk gezegd natuurlijk van mij, om hier zo te staan en zeggen, ja, niet iedereen heeft de juiste pedagogische kwaliteiten. Maar het zijn vrijwilligersorganisaties. Het is heel moeilijk om dit allemaal op te zetten. Dat wil ik wel benadrukken. Het gaat om vele duizenden kinderen die elk weekend weer les krijgen. Waar hou je zo makkelijk even honderden of duizenden goed getrainde leerkrachten vandaan? Het zijn allemaal vrijwilligers en vrijwillige organisaties met beperkt financiële middelen. Dus ik wil het ook wel in die context plaatsen. En hier vooral niet verhaal houden van, goh, de moskeeën, ze doen het allemaal niet goed. Dat is absoluut niet de strekking van mijn verhaal. Ik had jullie beloofd iets te vertellen over het onderzoek dat wij in Utrecht hebben gedaan naar de Al-Fitra moskee. En waarom ik dat voorbeeld pak, is met name om, er zijn twee aspecten van belang als je naar moskeeonderwijs kijkt. Enerzijds gaat het over de manier waarop les wordt gegeven, over de pedagogische kwaliteit. Maar anderzijds gaat het ook over de inhoudelijke boodschap die wordt uitgedragen. Juist als je het over die verbinding hebt. In het onderzoek naar Al-Fitra kwam het heel duidelijk naar voren. En er waren allerlei zorgen over de moskee en over de lessen die daar werden gegeven aan kinderen. En wij hebben daar uitgebreid met allerlei mensen gesproken, we hebben lessen geobserveerd. En ons oordeel over de pedagogische kwaliteit en de manier hoe de school functioneert was eigenlijk best positief. Een goed strak georganiseerde organisatie, aandacht voor pedagogische kwaliteit. Als je kijkt naar aspecten als steun voor kinderen, stimulans, controle, hoe de lessen worden gegeven, zag het eigenlijk best heel goed uit. Interactie tussen de kinderen onderling en ook met de docenten. Maar niet echt een open dialoog. Kinderen mogen vragen stellen, de antwoord staat altijd van tevoren vast. Geen ruimte voor andere meningen uiteindelijk of voor twijfel. En dus echt sterk moraliserend. Het was heel duidelijk van dit is de boodschap, dit is de waarheid en die brengen wij over en die zullen jullie mee moeten nemen. We hebben ook gekeken naar de verbinding die werd gelegd vanuit deze lessen met de rest van de samenleving. En met name wat dat betekent voor de ontwikkelkansen van kinderen. En daar zien we ook wel een divers beeld. Enerzijds had de nadruk heel erg op, jullie zijn Nederlandse kinderen, jullie leven hier in Nederland, leef hier zo goed mogelijk, doe je best, word succesvol, maar behoud je islamitische identiteit. Op zich daar hoeft daar niks mis mee te zijn. Er wordt
gestimuleerd om zo positieve gedragen te participeren, met name het onderwijs en de arbeidsmarkt. Dan zagen we een aantal risico's. Die zitten eigenlijk vlak aan de schurende waarde. Dus die absoluutheid die werd overgedragen. Die zat vaak in hele kleine, concrete omgangsvormen en zaken. Hoe om te gaan met kerstviering op school. Nee, dat mag niet. De kinderen werd geleerd, daar mag je niet aan deelnemen. Handen schudden mannen en vrouwen. Scheiding van jongens en meisjes in sterke mate. Kleding, uiterlijkheden. Niet deelnemen aan zwemlessen. Geen muziekles. Het zijn allemaal opvattingen die een individu misschien mag hebben. Maar dit is wat aan de kinderen werd geleerd. Sterker nog, kinderen leren dit vervolgens weer aan hun ouders. Er zijn genoeg voorbeelden die we gehoord hebben van kinderen die hun ouders eigenlijk aan het opvoeden waren van goh, volgens islam mag ik niet naar zwemles. Want, en dan kwam daar de toelichting bij. Een ander risico wat wij zagen, want deze afwijking, los van of je het goed of fout vindt, wij hebben geconstateerd dat deze risico's in ieder geval betekenen dat de ontwikkelkans van deze kinderen later in de samenleving bemoeilijkt worden. En daarnaast het actief aanspreken van anderen, met name andere moslims, wat deze kinderen actief geleerd werd. Je moet mensen aanspreken van, waarom draag je geen hoofddoek? Waarom ga je niet naar het gebed? Misschien specifiek voor deze moskee is gewoon niet, zeker niet voor alle, voor allemaal. Maar een divers beeld dus. Enerzijds pedagogisch goed klimaat, werd goed uitgevoerd. Daar hadden we ook weinig kritiekpunten op. Misschien zijn het complimenten. Aan de andere kant, de inhoudelijke boodschap. Ja, daar kan je twijfels bij zetten. Daar zijn er wel risico's. Wat zijn dan de uitdagingen voor het moskeeonderwijs in brede zin? Dezelfde vader die ik net citeerde, die gaf mij dus aan, ja, ik heb voor deze moskeeschool gekozen, omdat ze hier aandacht hebben voor pedagogiek. Hier loopt een pedagogisch medewerker rond. Dat is voor mij de reden dat ik gekozen heb voor deze school. Dus eigenlijk wat deze meneer zei, of wat wij constateerden, er is eigenlijk een gat in de markt. Ouders eisen steeds meer kwaliteit. Ouders willen kwaliteit van hun kinderen. Gaan daar naar op zoek. Zijn ervoor bereid verder te reizen. Meer te betalen. Tot nu toe zien we dat de kwaliteit die geboden wordt daar nog maar achter blijft. Ondanks de verbetering die we geconstateerd hebben over de afgelopen jaren en decennia, is nog steeds de kwaliteit die geboden wordt in veel moskeescholen niet wat ouders daar van zouden willen. En ook die verbinding die wordt gelegd met de rest van de samenleving. En dan gaat het om zaken als hoe om te gaan met discriminatie. Ik denk dat voor alle voorbeelden die we eerder hoorden in de presentatie van Marjolein, die gelden daar, die kunnen we hier opnieuw benoemen. Hoe om te gaan met andersdenkende mensen. Dat soort thema's zou veel meer geïntegreerd moeten worden in de lessen. En het positieve van dit verhaal is dat in onze ervaringen de afgelopen maanden, jaar, dat moskeeën dat steeds meer zelf ook beginnen in te zien. Ook ambities hebben om dat te realiseren en daaraan te werken. Ze zien ook die noodzaak voor verdere pedagogische innovatie, met name training en verbeteren van de vaardigheden van de leerkrachten. En ook het leggen van verbindingen met de bredere samenleving. Want hetgeen wat wij net geconstateerd hebben, wat we net gehoord hebben, dat zien zij natuurlijk ook. Alleen dat het niet makkelijk voor elkaar te krijgen. Deze constatering werd nog een keer bevestigd door een expertsessie die het contactprogramma Moslims en de Overheid in december vorig jaar heeft georganiseerd met een stuk van hun website, waarin ze eigenlijk bevestigen dat de mensen die ze bij elkaar hebben gehaald om over het moskeeonderwijs te spreken, ook zeggen, ja, we moeten snel toe naar een eensgezinde visie gericht op verbetering, op allerlei thema's die bij het moskeeonderwijs horen. Dat is geen eenvoudige opgave als hun conclusie, maar het is wel nodig. Ja, dus we zien dat binnen de moskeewereld dit ook echt duidelijk begint te worden. En dat is het laatste deel van mijn verhaal van, ja, hoe dan verder? Hoe moet dat dan? Ja, want die ambities beginnen nu te ontstaan. En dit vast niet overal, maar ik zie nu beginnen bij hier en daar verschillende moskeeën, zeker bij nieuwe generaties bestuurders, dat men ziet dat nodig is en ook de wil daar is. Maar je moet ambitie en capaciteiten en mogelijkheden wel met elkaar in lijn kunnen brengen. Dus ik had het over vrijwilligers, vrijwillige organisaties met beperkte capaciteiten. En dan is de vraag van, ja, moet de moskee dat alleen doen in dat versnipperde landschap of moeten ze dat vooral samen doen? Moet je dat top-down ontwikkelen vanaf misschien op landelijk niveau met alle moskeeën in één keer en dat naar beneden toe laten doorontwikkelen? Of moet je klein beginnen met enkele moskeeën, methode ontwikkelen, mijn hand. En
dat vervolgens als een pilot zien, succes boeken en vanuit daar eens verder bouwen. En wij pleiten dan ook voor het ontwikkelen van een soort van kwaliteitskader. Kwaliteitskader moskeeonderwijs, waarin je pedagogische randvoorwaarden kan stellen, kan uitwerken, ook aangeven hoe dat voor elkaar kan worden gebracht. En hoe die verbinding met de samenleving kan worden georganiseerd in de les, hoe je dat kan doen. Initiatief en controle van zo'n proces, of van zo'n kwaliteitskader, zou altijd wat ons betreft bij de moskeeën moeten liggen. Het kan niet zo zijn dat dat van buitenaf wordt opgelegd, dat zou absoluut ook niet werken. Maar ik denk wel dat moskeeën de behoefte hebben om dit te ontwikkelen en dat ze daar wel ook steun bij nodig hebben. Welke rol is dan nog weggelegd voor de lokale overheid? We zien dat moskeeën tegen een drempel aanlopen, wel willen, maar niet altijd even goed kunnen. Ik blijf verrast door de reactie van de heer Markoes. Ze zei dat scheiding kerk en staat onzin. Enzijds niet, maar hier gaat het om de ontwikkeling van kinderen. Het gaat niet om religie aan zich. Het gaat over hoe kunnen deze kinderen zich beter ontwikkelen, dat ze een positievere bijdrage kunnen leveren aan onszelf en aan de toekomst van ons hele land. Dus er is een groot maatschappelijk belang. En ik denk dat we ons daar vooral op moeten focussen. En dan zal ik nu echt afronden, Hans. Dat is ons betoog dat we wel moskeeën samen met overheden op lokaal niveau hier stap in kunnen zetten.